Hoi Katinka. Hey Dick. Ik heb een vraagje voor je. Ja, goed. Ga je gang. Welk vak vind jij het moeilijkst voor je examen? Duits. Ach zo, ja. Ik vind wiskunde moeilijk. Dat weet ik. Je bent beter in talen. Is Duits belangrijk? Ik bedoel, jij gaat economie studeren. Dan is Duits niet belangrijk, toch? Nou, veel studieboeken zijn in het Duits. De Europese Bank is in Duitsland. Dus ja. Echt waar. En Engels dan? Ja, met Engels heb ik geen probleem, gelukkig. En met wiskunde ook niet. Hé, hey, nog een vraagje. Waar ga je studeren? In Amsterdam? Ja. Ik ook. Woonruimte is moeilijk in Amsterdam, zeggen ze. Ik heb nog niets. Ik moet gaan zoeken. Het is nu april. Straks examen doen en daarna verhuizen. Heb je al een kamer? Ja. Misschien koopt mijn vader voor mij een appartement. Dan kan ik daar wonen. Samen met een paar vriendinnen. Dat lijkt me leuk. Ik moet natuurlijk wel slagen voor het examen. Als ik zak, dan gaat mijn vader niet een appartement kopen voor mij. Wauw, dat kost heel veel geld. Een simpele etage in Amsterdam kost tegenwoordig wel 400.000 euro of zo. Amsterdam is hartstikke duur. Geen probleem voor mijn vader. Oh. Hij is geen leraar, hè? Hij is advocaat. Nou, ik hoop het voor je, dat je slaagt. En dat je vader iets voor je koopt. Ik hoop het ook. Nou, ik moet nu naar huis. Huiswerk maken, studeren, wiskunde, bah. Ik ook. Duits, bah. See you tomorrow. See you.